het nieuws, maar eerst nog even dit. De Ronde van Vlaanderen ligt nog een eind van ons af, maar in Lichtervelde zijn ze er al volop mee bezig. Dat komt omdat de gemeente dorp van de Ronde van Vlaanderen is. En in Lichtervelde willen ze dan met iets speciaals uitpakken. Op zondag 4 april passeert het peloton hier nabij de Lichterveldse Markt. En dat willen de Lichtervelderenaren niet zomaar laten gebeuren. De renners zullen onder deze poort moeten, gebouwd van groentebakken en helemaal bekleed met een foto van een wagon. Dat heeft alles te maken met de Ritten van Lerbergen, een Lichterveldse renner die in 1919 de ronde won. Dat lukte hem door bij een overweg die dicht bleef omdat er een goederentrein geblokkeerd stond, doorheen zo'n wagon te kruipen en zo in zijn eentje een historische voorsprong op te bouwen. Lichtervelde is helemaal in de ban van de Ronde van Vlaanderen. Dat kan moeilijk anders, want Lichtervelde is het dorp van de Ronde. Een van de blikvangers zondag wordt zonder meer de treinwagon op de markt van Lichtervelde. De renners zullen er dwars doorrijden. Het bravoure-stuk is bedoeld als hommage aan oud-renner Henri van Lerbergen. De treinwagon op de markt van Lichtervelde lijkt wat op een triomfboog. Tijdens de Ronde van Vlaanderen zondag zullen de renners er doorrijden als herinnering aan Henri van Lerbergen. 85 jaar geleden won de plaatselijke wielerheld de ronde, nadat hij met zijn fiets door een treinwagon was gekropen die de weg versperde. Toen het idee rijpte om voor de ronde van 2004 een replica van de wagon te maken, was er veel tegenstand. Ik denk dat dat in 2001 was. Dat ik dat idee had en inderdaad, het project was nogal groot van opzet en men geloofde niet echt in de haalbaarheid ervan, dus nee, het was niet zo direct goed onthaald, nee. Maar de vrienden van de Tour zetten door en kregen na veel over en weer gepraat groen licht. Ze ontwierpen een constructie met grote bakken die als geraamte dienen. Dat geraamte wordt nu bekleed met panelen die kunstenkring Da Vinci beschilderde. Ziet het eruit zoals de wagon er destijds uitzag? Dat weten we niet echt, dat weten we niet echt. Dat is een goederenwagon waar we hebben documentatie gekregen van de spoorwegen. En we zijn daar onze inspiratie gaan zoeken om dit project te kunnen afwerken. Het wordt een echte blikvanger, hè? Het wordt zeker een echte blikvanger. Dat gaat de wereld rond, hè. Alle televisiezenders zullen dat doorsturen. Dat is lichter wel, dat wordt een beetje beroemd, hè. De Bos, inderdaad, en je gaat het nog nooit geloven, maar hier, hé, op 9 juli dit jaar, op dat ronde punt hier in Lichtervelde, komt toch wel de Tour de France voorbij, zeker de Ronde van Frankrijk. Dit is Luc Waillard. Luc Waillard is, zeg maar, orgasmisator van ja, popconcerten en toestanden. En hij gaat van standpunt uit dat als die ronde hier voorbij komt, en het is nu juist 40 jaar geleden, van in 1960, dat de ronde hier nog een keer passeerd is, dat dat niet zomaar ongemerkt mag voorbijgaan. Dit ronde punt bijvoorbeeld hier, dat aansluiting geeft, Diksmuiden, A17, moet een rol spelen in het voorbijtrekken van de renners. Beste Luc, dat is de bedoeling. Er moet iets gebeuren, hè? Er moet zeker iets gebeuren, want het is dus, zoals we zeiden, 40 jaar geleden dat de Tour hier passeert en ik denk dat het misschien weer 40 jaar gaat duren voordat die nog een keer passeert en ja, dat mag niet zomaar voorbij gaan. Ja. Wat zou je willen doen? We hebben verschillende zaken gedacht en een van de zaken zou zijn om daar een grote gele trui in het veld te leggen. Een supergrote gele trui zouden ze daar graag in het veld zetten. Ze moeten natuurlijk hebben iemand die dat maakt, iemand die dat placeert en de bedoeling zou zijn om dat via binnenste buiten te vinden. Wat zouden we nog willen? Jemlahoy! Wat zouden we nog willen? Oh, we zouden nog een tal van zaken. Onder andere hier, dat rondpunt, zou ik willen iets doen zodat de mensen zien, kijk, er is iets verder iets te doen. Ja. Wat we nog doen, dat is bijvoorbeeld ook karikaturen van de West-Vlaamse renners die meerijden. Hoeveel gaan er meedoen, Pijsde? Ik denk 3. Ik hoop 4. Maar Nico Matang? Nico Matang is er zeker bij. Wim van Zevenant, hoop ik. Ja. Dan hebben we Peter Farre zijn, die misschien dit jaar wel meedoet. En volgend jaar dus en de spurt ook, hè? Weet je daar de rappen? De spurt. Deels, maar dat is geen West-Vlaming, hè? Dat is geen West-Vlaming. Dus ja, dat moet inderdaad West-Vlaming zijn. Dat is geen dus West-Vlaming. Grote karikaturen van de West-Vlaamse renners die dan deelnemen, zouden ze hier ook willen plaatsen. Met de bedoeling natuurlijk dat de Franse camera's dat in beeld brengen. Ja. Zodoende dat Lichtervelde vereeuwigd wordt voor het nageslacht. Dank ik zou wel zeggen, dus juist Luc, ik zou zeggen, als je wilt contact nemen met Luc hier en ideeën geven. Misschien heb je nog andere ideeën. Hè? Hey,
bel dan een keer op en meld het dan een keer. Lichtervelde zal u eeuwig dankbaar zijn. Dankt u, Luc Waya. Ja, dank u. En dan is er natuurlijk, hoe kan het ook anders, de Ronde van Frankrijk. De doortocht van de tweede rit van de 88e Tour de France zorgde vanmiddag in onze provincie voor een waar volksfeest. In Echtegem was het extra druk, want daar stonden de verzorgers klaar voor de bevoorrading van de renners. Belgische vlaggen, Vlaamse leeuwen, alles wat je maar wilt langs het parcours en overal volk, veel volk. Enkele uren voor de doortocht van de Tourcaravaan is het wielerfeest al op gang geblazen. Museeuw, Vermout, Matan, de supporters zijn talrijk aanwezig. Ook supporter van Ludo? Inderdaad, dat zit wel aan mijn padje, dacht ik. Ja. Ja, maar voor alle Belgen trouwens, het is niet alleen voor Matan of Dirksens, om een of andere Belg die het goed doet, daar zijn we supporter van, ja. En dan is het wachten op de doortocht van de renners. En die passage is dan ook heel snel voorbij.